Lucien en dit is een goed nieuwe dag. Het is een goed nieuwe vlog. Ik ben onderweg naar Rick. Ik heb de hele dag verder vandaag gewerkt. Niet totdat het zo donker was. Ik ben wel vertrokken toen ik zo donker was ongeveer. Ik had me namelijk vanmorgen verslapen. En dat zorgde ervoor dat ik vanmorgen niet de vlog kon openen. Ik had me vanmorgen verslapen. Ik was namelijk vergeten. Ik was vergeten dat ik naar de fysio moest. En dit beeld is even heel donker, sorry daarvoor. Ik moest dus als mallemoer naar de fysio. Ik werd namelijk gebeld. Ze waren namelijk niet van mij gewend dat ik niet op de fysio was. Dus ik werd om 2 overal gebeld van ja, waar ben je? Ik zo, ben het vergeten, sorry. Dus als mallemoer daar naartoe gegaan. En dat resulteerde in een gehaaste ochtend, waardoor ik niet heb kunnen vloggen. De rest van de dag heb ik besteed op het werk, dus ook geen tijd om te vloggen. Ben thuisgekomen, heb gegeten en het was al donker. Dus dat is eigenlijk het hele verhaal. Het is nu ongeveer 8:15 en ben nu onderweg naar Rick. Ik blijf vanavond bij Rick, maar ik heb hem dus nog helemaal niet gezien en hij is gisteravond teruggekomen van België. Dus ik wilde hem wel nog heel even zien eigenlijk. Er staan leuke dingen op de planning komende week, maar ik had gewoon heel veel behoefte om naar hem toe te gaan. Dus daar gaan we dus nu ook heen. En ik heb mijn spullen bij, aangezien ik dus blijf slapen. Ik heb geen idee wat ik mee moet nemen voor komende week. Hij heeft me verrast. Voor hoe lang en alles weet ik ook niet. Ja, ik weet wel precies hoe lang, maar dat hou ik voor jullie nog een beetje geheim. Maar wat we gaan doen, geen idee. Hoe het gaat zijn, geen idee. Wat ik moet meenemen, geen idee. Ik kreeg alle instructies vanavond te horen. Dus ik ben benieuwd. Maar we zullen zien. Ik ga onderweg nog. Ik ga nu nog in ieder geval heel even onderweg. Want het beeld wordt alleen maar slechter op. Dus bij deze hoop ik jullie in het volgende shot te zien. Oké, even leuk weetje. Ik moet even oversteken. Even leuk weetje. Vanuit mij, vanuit het dorp hier, is het zeg maar super grappig. Want mocht je me langer volgen, Rick en ik hebben een soort van date gehad. En dat was allemaal heel romantisch en zo. Met de sterren en zo. Dan ben ik even aan het kijken. Ja, want daarom pas schilder ik er nu net op. Maar ik laat jullie dadelijk even zien. Het is namelijk 1 sterrenbeeld of 1 sterrenteken die ik moet volgen iedere avond. En dan kom ik terecht bij waar ik woon. Het is super grappig. Kortom, dat sterrenbeeld leidt me naar Rick altijd. En daarom vind ik het altijd grappig. Nee, ik kan het niet zien, maar het is de grote beer. De grote beer rijdt altijd naar Rick toe. Kijk je trouwens dat moment wanneer je met oortjes om je nek hier zo loopt. En dan eigenlijk met intentie om muziek aan te zetten. In mijn geval nadat ik klaar was met vloggen, dacht ik. Ja, en dan ben je al halverwege en dan denk je, ja, ik ga toch geen muziek meer luisteren. Dus dan bergen ze toch maar weer op. Of heb ik dat als enige? Ik heb het wel vaker. Dan ben je zo in de natuur en de hele gegeven. Dat je dan toch denkt, ja weet je, ik ga ze toch niet gebruiken. Dus wat is nou het hele nut dat ik die oortjes nou om mijn nek laat hangen? Dus ik dacht, ik deel het heel even met jullie in dit mega slechte beeld. Maar ben ik de enige of zijn jullie er ook van? Hey, ondertussen ben ik op weg terug naar huis. Ik ben gisteren helemaal vergeten om te vloggen verder. Rick en ik hebben even quality time gehad met het gezin samen. Dus we hebben niet echt gevlogd. Maar we hebben ook verder niet heel veel bijzonders gedaan. We hebben lekker voetbal gekeken en daarna lekker gechilled. Op tijd naar bed gegaan en dat was het eigenlijk. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van de vlog vandaag. Heb je genoten? Druk dan heel even het blauw duimpje omhoog. Druk even de rode knop hier beneden om te abonneren. En druk even het belletje om dat je vermitten wordt als ik een video upload. Dan hoop ik jou morgen te zien bij een goed nieuwe vlog. Doeg!